Zo, daar zijn we weer op de zondag met een nieuwe maaltijd. En voordat we gaan beginnen, gaan we het eerst even over iets hebben. Want ik ging vorige week, toen de video online kwam, gingen kijken in de comments. En heel veel comments gingen over namaken of naapen of hoe je het ook wilt noemen. En ik wil er even op inhaken, want jongens, je bereikt hier echt niks mee. Vorige week kwam dit ontwerp in de aflevering en heel erg bedankt dat jullie altijd opletten en dus echt zelf op zoek gaan. Hij was ook eigenlijk heel mooi, want als je dat scherm daarnaast bekeek met die app, dan was het eigenlijk veel minder goed uitgewerkt. En het viel mij helemaal niet op, dus daarom vind ik het hartstikke fijn dat jullie het neer hebben gezet in de comments. En hij heeft het dus gewoon van dit, of van Dribbble. Je kan hier gewoon een PSD downloaden in een zipbestandje. Deze man, Sam Gosselink, alsjeblieft. Je maakt het voor jezelf heel moeilijk. Punt 1, het feit, ik expose je nu in de maaltijd, waardoor redelijk wat mensen dat zien. Dus dat kan behoorlijk lullig zijn. En punt 2, hier word je niet beter van als designer. Je moet ergens de lijn trekken van inspiratie en copy. Dat zie je ook bij heel veel YouTubers, weet je wel. Ideeën worden van elkaar nageaapt en iedereen probeert een beetje zijn eigen twist eraan te geven. Maar dit is gewoon echt een pure kopie waar hij een appdesign van heeft proberen te maken. Maar dat stond niet in zijn e-mail. Dus daar is ook super veel commentaar op gekomen. Bedankt iedereen die zo eerlijk is geweest, want we moeten het ook puur houden. En voor de beste man Sam, alsjeblieft, denk volgende keer even na voordat je iets instuurt. Geen copycat, want dat is niet cool. Alright, nou dan gaan we nu beginnen met de mailtjes. De laatste tijd komen er iets minder mailtjes binnen. Ik denk dat mensen een beetje zo denken van ja, ik ben al 4-5 keer overgeslagen. Nu ga ik echt niet nog een keer wat insturen. Maar verbeter die mailtje gewoon en stuur nog een keer wat in. Want van feedback leren we. Maar er zijn altijd genoeg die we kunnen behandelen. Dus we gaan vandaag beginnen bij Milan. Milan M. Hallo Rino. Hij heeft een muziekapp Tramu gemaakt. Nou, we hebben weer een muziekapp met het meeste oog op trap music. De app moet het voor de gebruikers snel en gratis maken om muziek op hun telefoon te krijgen. Oké, dus downloaden. En ook de mogelijkheid te hebben om de muziek offline te gebruiken. Wat is het verschil daartussen? Ik merkte op mijn YouTube kanaal waar ik trap music promote dat veel mensen die muziek op hun telefoon wilden beluisteren. Oké, de muziek die ze willen zijn vaak wel de kleinere artiesten en dus vaak niet op iTunes of iets dergelijks. Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken en iets geprobeerd te maken. Ik vind het niet heel stout hoor, het is gewoon best wel normaal. Maar leuk dat je dat zo verwoordt. Ik zou graag willen weten of de app gebruiksvriendelijk is en snel te gebruiken is. En hij wil het misschien dus met een developer gaan uitwerken, superleuk. Je hebt zeker genoeg informatie gegeven, Milan. Daar gaan we. Nou, eventjes inzoomen. Tramu, Music App Design. Nou, ten eerste, het logootje is simpel, maar ja, had misschien iets meer uit kunnen halen. Ik denk dat dat je misschien een kleurtje of zo, om het iets herkenbaarder te maken. Login screen ziet er super strak uit. Echt heel netjes gedaan. Alleen het straalt nog niet echt trap music uit. Ik heb meer het idee dat ik inlog in mijn personal yoga app. En dat is volgens mij niet wat je wil als je trap music wil promoten. Voor de mensen die niet weten wat trap music is. Oh, ik kan het nu niet laten horen, want dat is natuurlijk copyright. Maar het is een beetje snel, een beetje, ja, hoe leg je dat uit? Iets sneller dan house, maar ook geen dubstep. Een beetje daartussenin. Zeg ik dat goed? Ik hoop het wel. We gaan snel naar beneden scrollen. En oh, jongens, die tekst. Wat komt er trouwens vaak voor dat mensen de tekst te groot in beeld zetten? Jongens, maak die tekst kleiner. Het hoeft allemaal niet zo groot, want we kunnen inzoomen en het is scherp genoeg. En daardoor lijkt het een beetje propperig. Dat is ook deze ruimte van de rand. Deze tekst had je makkelijk 3 keer zo smal kunnen maken. Waardoor er hier ook weer veel meer ruimte links en rechts van die iPhone kwam. Waardoor het weer een veel luxere uitstraling krijgt. Dus dat soort dingetjes kan je eigenlijk heel makkelijk doen. En dit vind ik altijd wel netjes, dat je ziet dat ze nog meer schermen hebben uitgewerkt. Want dat is vaak waar heel veel mensen stoppen, weet je wel, een login schermpje en 1 schermpje. Maar de doorzetters, hè, dus die het echt willen uitwerken, die ontwerpen veel meer schermen. Ik vind het heel netjes gedaan.
Ja, de app is nice, alleen de teksten kunnen nog wat luxer. Een tipje is al bijvoorbeeld om uitlijning links, rechts te doen. Dus als je bijvoorbeeld hier een app hebt, dat je dan de uitlijning hier links doet of juist hier rechts. Zodat je oog er makkelijk langs gaat, want hier blijft hij een beetje vastzitten in dat design. En dat is niet wat je wil. Ook een tipje wat je kan doen is de body text, dus de grote lappen tekst in een ander lettertype doen dan de hoofdlettertypes, dan is het ook weer makkelijker te onderscheiden voor je oog. En zo kan je het eigenlijk heel makkelijk van elkaar onderscheiden. Maar je app is eigenlijk wel redelijk nice. Alleen het enige wat ik zei, de achtergronden staan nog niet echt trap uit. Dus daar zou ik nog eventjes aan werken. Maar leuke app, Milan. Volgende. Hallo Rino, ik ben Stefan Gieser en ik heb een app design gemaakt voor een platform om auto's te verkopen. Dit mailtje zit niet helemaal goed in elkaar, jongens. Check de beschrijving als je iets wilt insturen. En hij heeft de PSD erbij gestuurd. Dat is grappig. Dus die gaan we gewoon even downloaden. Oké. Nou, we gaan hem gewoon eventjes openen. En dan hebben we hem hier in Photoshop. Ja, en dit is wel weer een typisch voorbeeld van mooi en leuk. Maar nog een beetje weinig inhoud. Want wat is precies wat je hiermee kan? Even kijken, wat staat er nou in je e-mail? Een platform om auto's te verkopen. Oké, dus op wat voor scherm zit ik als gebruiker, hè? Even kijken, kan ik dat hier zien? Nee, er is niks highlighted. Ik heb hier 4 dezelfde auto's. En die kan ik editen. Het is niet duidelijk in wat voor scherm ik zit. En waarom hier 4 dezelfde auto's zijn, had je makkelijk kunnen vervangen met andere plaatjes, al was dat je idee. En dat is echt inhoudelijk het eerste wat me echt opvalt. Want ja, wat is het nou, snap je? Heb je alleen maar een tapje met My Cars? Het is niet lastig om daar gewoon wat extra icons neer te zetten. Dat geeft zoveel meer inhoud. Eventjes hier een titeltje boven. Dus weet je wat, ik ga gewoon even een stukje tekst bijzetten. Dus bijvoorbeeld hier, dit is de pagina Cars I Want to Sell. Ik zeg maar even, want het is een beetje een lange naam voor een pagina. Maar dan kunnen we eigenlijk op deze manier al een beetje structuur brengen in de pagina. En ja, ik zit natuurlijk nu gewoon even een simpel tekstje toe te voegen. Maar op deze manier krijg je dan wel gelijk een beeld van, hey, dit is mogelijk. Dus dan kan je bijvoorbeeld eventjes een ander tekstje eronder zetten. Laat me wel trouwens even weten of jullie dit leuk vinden dat ik nu dit zo aan het bewerken ben. Want misschien kunnen we daar wat mee. Nou, zet je hier bijvoorbeeld gewoon een tekstregeltje onder, zodat je weet op welke pagina je zit. Ik zeg maar eventjes wat. Dat geeft al zoveel meer structuur. En dan zet je hier bijvoorbeeld eventjes een streepje onder. Zodat je weet waar je bent. Weet je wel? Nou, dit kan natuurlijk allemaal wat mooier. Maar even inhoudelijk. Geef je ontwerp inhoud. Dat maakt het interessant. En ook waar zit de homeknop? Klik ik op Stefan om naar de homeknop te gaan? Of ga je dan naar je account toe? Snap je? Dat soort dingetjes zijn nog niet duidelijk. Maar desalniettemin zijn het wel mooie kleurencombinaties. Je hebt genoeg spacing gebruikt. Ruimte, fonts zijn rustig en goed om naar te kijken. Dus Stefan Gies, leuk gedaan. Probeer iets meer inhoud in je ontwerp te stoppen. Volgende. En de volgende is van Robert. En hij designt al best wel lang. Hij heeft eerst een nieuw logo getekend. Daarna heeft hij het logo in Photoshop gezet en de lijnen eromheen gemaakt. Ik heb het logo ook in mijn banner gezet. Het was de bedoeling om het modern en clean te maken. Het is gemaakt voor mijn YouTube kanaal. Ik wil met de banner en het logo proberen een uitstraling te maken voor mijn... Alright. Ja, let wel een beetje op je spelling. Ik weet het hoe lastig dat is. Maar dit is niet een hele goede zin volgens mij. Ik heb dus weer eerst een paar ontwerpschetsen gemaakt en daardoor heb ik 1 logo gekozen. Oké, dat is heel goed dat je eerst bent gaan schetsen als huidstijl. Sorry. Daar moet ik echt wel om lachen. Als huidstijl heb ik gekozen voor een opvallende kleur. Alright. Hij wil feedback op het logo zelf, de banner en mijn mening. Nou, daar gaan we dan. En de eerste is dit logo. Flashy Art. Oh jongens. Hier word je toch serieus moe van. Hier word ik nou echt moe van. Dit is niet slim.
Robert, jij gaat nu dezelfde preek krijgen als die jongen in het begin. Ik ben alweer zijn naam kwijt. Want dit is gewoon weer gejat. Wij werken samen met Floris van First Art. Is een redelijk ook een bekende naam in de community. Supergoeie intro-maker. En die werkt ook samen met ons met koffiebottelprojecten. Super toffe gast. En hij heeft vorige week volgens mij zijn logo aangepast. Maar dit is zijn logo heel lang geweest. En kijk even de naam, hè. First Art. Flash Art. Check eventjes. En dan zegt hij nog van, ik heb geschetst. Om het soort van goed te maken. Maar dit is geen schets. Dit is gewoon de lijnen zetten die je al wist dat je ging maken. Als je een schets hebt, dan heb je 10 verschillende versies. En daar kies je er dan eentje uit. En dan teken je hem ook niet in één keer zo perfect. Waarom moeten we toch op YouTube laatste tijd alles zo faken? Ik ga het niet eens hebben over hetgene wat er in Gameland gebeurt. Want dat is natuurlijk ook heel veel fake. Maar zelfs in design, jongens. Laten we het hier nou alsjeblieft nog puur houden. Ik probeer zo mijn best te doen om elke week een toffe aflevering neer te zetten. En geloof me, dat kost best wel tijd. Alsjeblieft doen jullie ook wat meer je best. Want dit is gewoon weer afgepakt. Die naam en dat logo, dat kan geen toeval zijn. Dat kan gewoon niet. Oké, nou ik hoop dat de volgende wat origineler is. En we gaan naar Jarno Belen. Nou, hij is net teruggekomen van een skivakantie. En hij zat na te denken over hoe ze die pistekaarten maken. Kijk, dat is nou iets origineels, jongens. Maakt me nu niet eens uit of het er mooi uitziet of niet. Dit is origineel. Hij is op vakantie. Hij ziet die pistekaarten die er waarschijnlijk veel te onoverzichtelijk en druk uitzien. En hij wil dat verbeteren. Dat is een goed uitgangspunt. Je krijgt nu al pluspunten, Jarno Belen. Hij heeft een kleine pistekaart gemaakt in Illustrator en Photoshop. Ik weet nog niet zo goed wat ik op de achtergrond moet zetten. Ja, want dat is volgens mij wat je heel erg vaak ziet op pistekaarten. Ja, hier kijk. Is dat ze echt zo'n berg op de achtergrond doen, waardoor die lijnen een beetje wegvallen. Dus ik ben erg benieuwd wat je hebt gemaakt. De lijndikte, de huisjes en de P-logos, de kleuren. Alvast bedankt. Jongens, mijn camera was even uitgevallen, dus ik moest even switchen van camera. Wat ik wel goed vind is dat je dit er apart los bij hebt gezet. Dat is heel duidelijk aanwezig, waardoor je heel makkelijk eentje kan kiezen. Maar ik denk nog dat het wel ietsjes visueler kan. Dit is ook wel grappig dat je ziet waar de huisjes en de parkeerplaatsen zijn. Dat maakt het ook wel redelijk interessant. Maar hoe kom je nou bijvoorbeeld vanaf hier naar hier? Kun je dat lopen of hoe werkt dat? Ik heb zelf niet zoveel ervaring met skivakantie, maar voor mensen die er het eerst komen, moet het ook duidelijk zijn natuurlijk. Dus dat is nog wel iets. Misschien wat naampjes erbij zetten van bepaalde punten, hoe ze heten, om het nog iets duidelijker te maken. Maar leuk idee en blijf zo creatief bezig. En de laatste is eventjes van Jamiro. Hij heeft een bedrijf genaamd Miro Media. Nou, superleuk. Hij heeft zijn website gemaakt zodat mensen contact met hem kunnen opnemen als ze geïnteresseerd zijn in hun werk. Hij heeft ervoor gekozen om de website rustig te houden en de kleur groen, omdat dat staat voor rust. Dat klopt. Mag wel iets uitgebreider, die onderbouwing. Maar groen staat inderdaad voor rust. En als ik op je website klik, het ziet er ook rustig uit. Ik weet niet of je die foto zelf genomen hebt, maar het is op zich mooi. Eventjes kijken. Hij is gespecialiseerd in het maken van apps. Alleen het design van de app. Oh, dat zou ik niet op die manier er dan opzetten. Dan zou ik het verwoorden als, ik ben gespecialiseerd in het maken of in het visual design van apps. En eventjes kijken, dan gaan we naar beneden. Met bedrijven waarmee ik samenwerk, Graphic Photo. Oké, dus ze werken samen met twee andere bedrijven. Zijn YouTube kanaal en iets met fotografie. Ik weet niet of dat ook van hemzelf is. Maar ik zie eigenlijk geen apps. Of moet ik dan klikken op portfolio? Waarschijnlijk wel natuurlijk. Ja, oh kijk eens aan, nu komen ze. Journey, ja, hier komen de apps. Ja, wat ik wel nog aan te merken heb. Ik vind het wel heel netjes dat je het allemaal zo onder elkaar hebt gezet. Gewoon bam, 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 bam. Deze app heb ik gemaakt. Maar het is nog te klein om te kunnen zien of jij op die details let. En dat is wat klanten vaak willen zien voordat ze met jou in zee gaan. Let jij op die details. En nu, je kan het plaatje niet eens groter maken. Dus dat is nog iets. Met apps werkt altijd groot en visueel. Dat mensen echt diep in je app komen.
dat klokt een beetje vies, maar je snapt wat ik bedoel. Maar het ziet er, het is wel duidelijk, weet je wel. En dat is op zich wel netjes. En we gaan nog eventjes klikken op over mij, want dat is ook altijd wel interessant. Ja, nou ja, je weet al wat ik hier ga zeggen. Zet hier dan een fotootje van jezelf neer, want het gaat over jou. Contactpagina nog eventjes. Ja, zetten je social media erbij. Dat vinden klanten vaak ook prettig om te kunnen kijken hoe jij je online profileert. En dit, ja, dat vind ik dan natuurlijk weer een beetje jammer. Want dan zie je eigenlijk dat je op een goedkope manier je website hebt laten maken. En dat is natuurlijk een beetje jammer. Want dat maakt je imago ook gelijk een stukje goedkoper. En op zich is het niet erg, want waarschijnlijk ben je redelijk jong. Maar denk daar wel bewust over na. Inloggen is ook echt totaal niet boeiend. Haal die knop weg. Want waarschijnlijk is die inlogknop alleen voor jou. Zodat jij dingen kan aanpassen in jouw portfolio. Maar oké. Okay. Leuk portfolio, redelijk netjes. Verwerk even per pagina een andere afbeelding hier. Dat maakt het ook wat interessanter. Nou, en de boodschap van deze aflevering is volgens mij wel duidelijk. Wees origineel, jongens. We hebben geen zin om er elke week achter te komen dat jullie dingen rechtstreeks van iemand anders hebben gekopieerd. Je mag best dingen als inspiratie gebruiken, maar probeer er dan bepaalde elementen uit te halen en maak die in je eigen stijl. Maar niet een pure kopie, dat je echt maar één randje aanpast of een kleurtje. En wil je wat insturen naar Mailtijd? Dat kan. En zoals je hebt gemerkt, ik waardeer creatieve ideeën. Dus laat dat ook de insteek zijn voor de volgende week. Insturen het hoe gaat het, dus het e-mailadres, instructies zijn in de beschrijving. Elke zondag 3 uur ben ik er weer voor jullie. Ik bedank jullie voor het kijken en tot woensdag bij de Q&A.